Hallo. In deze video leg ik je uit hoe je een checklist aanmaakt op de kantoortoepassing van Arsjesnapper. Het maakt niet uit of het een checklist is voor een inspectie, een kwaliteitscontrole, een veiligheidsontgang of een oplevering. De inhoud van de checklist bepaal je volledig zelf. Laten we van start gaan. Log je in op je Arsjesnapper-account. Dit kan dus via onze website. Klik op categorieën en checklist. Ga naar checklisten en klik op nieuwe checklist. We gaan een naam geven aan onze checklist, bijvoorbeeld oplevering gezinswoning. En een checklist gaan we dan um, inhoud geven. En een checklist bestaat uit categorieën, checks en standaard opmerkingen. We klikken op nieuwe categorie en geven een naam. Dus wat willen we nakijken tijdens een oplevering? De keuken, categorie toevoegen. In die keuken willen we een aantal zaken gaan controleren, bijvoorbeeld de wanden. Check toevoegen. En aan die wanden, aan die check, kan je standaard opmerkingen toevoegen. Bijvoorbeeld een standaard opmerking is eigenlijk een beschreven situatie of actie die vaak voorkomt. Die ga je al toevoegen aan je checklist en zo hoef je die tijdens je rondgang gewoon te selecteren. Een standaard opmerking kan zijn dat de wand bevuild is en die moet gereinigd worden. Of er is een barst in de wand die moet hersteld worden. Zo. We gaan terug naar de checklist en hier zie je dus onze checklist oplevering gezinswoning. Met de categorie keuken, een check wanden en twee standaard opmerkingen. En zo gaan we eigenlijk onze checklist gaan vervolledigen met een verschillende categorieën. Aan die categorie gaan we checks toevoegen en aan elke check kunnen we al dan niet standaard opmerkingen toevoegen. Belangrijk om te weten is dat je niet beperkt bent tot de inhoud van je checklist. Je kan tijdens de rondgang alsnog puntjes toevoegen. Dus op de kantoortoepassing ga je je checklist vervolledigen. Zodra je checklist volledig is, kan je met de app rechtstreeks op de werf de zaken controleren die je op je checklist hebt staan. Probeer de checklist en pas aan waar nodig. Na enkele keren merk je wel waar de checklist te kort schiet. Pas de checklist dan aan, zodat je er maximaal profijt uit kan blijven halen. Dus in deze video zag je hoe je een checklist manueel kan aanmaken via een nieuwe checklist, maar je kan ook een checklist importeren via Excel. Heb je vragen? Contacteer ons op Support